Nierdialyse patiënten kunnen vanwege het gebrek aan voedsel moeilijk gezond dialyseren. Dit zegt Glenn Uiterlo, bedrijfsleider van het Nationaal Nierdialysecentrum, NNC. In het kader daarvan heeft het Nationaal Nierdialysecentrum, NNC, in samenwerking met de Lions Club Paramaribo Central en Meelmaatschappij De Molen een broodproject uitgevoerd. Er worden de komende 3 maanden broden geschonken aan minder bedeelde patiënten tijdens hun dialysebehandelingen. De situatie baart zorgen, want patiënten moeten letterlijk kiezen tussen eten of gezondheid of gezond zijn. Het kan je leven kosten, stelt de bedrijfsleider. Er zijn dus honderden patiënten, sorry, niet honderden patiënten, maar er worden honderden dialysebehandelingen overgeslagen. En je moet weten dat eigenlijk iemand die dialyseert is verplicht minimaal 3 keren te komen dialyseren. Als je een beurt overslaat, betekent dat je dus dat er heel veel afvalstoffen en vocht in je lichaam blijven. Dus je loopt direct gevaar, toch? Dus met het broodje hopen we dat mensen dus als het ware de kosten niet meer hebben van een broodje. En dat ze dus dat geld dat ze hebben kunnen gebruiken om dus de reis naar het centrum te betalen. Je moet weten, ik heb mensen die van heel ver komen. Mensen komen van Witsanti. Ik heb mensen van, zelfs mensen van Mata. Ik weet niet of ze iedere keer op en neer gaan. Maar mensen komen van ver en je weet, vervoer is heel duur geworden. Naast het voedselprobleem heeft het NNC ook te kampen met het wegtrekken van zorgpersoneel. De regering zou het financieel beleid dusdanig moeten aanpassen dat een goede gezondheid wordt behouden, meent Uiterlo. We hebben het vandaag over zeg maar, een broederproject voor patiënten. Maar eigenlijk zijn er nog andere grote problemen. Een van de problemen is dat mijn personeel wegtrekt. Toch, NNC heeft voor dialysebehandelingen uit op 3 locaties in zeg maar een groot Paramaribo. Dit is de hoofdlocatie, we hebben nog een locatie aan de Picornistraat bij het Lang Paviljoen, zogenaamd Sanna. En dan hebben we nog een locatie aan de Nieuwweergevondenweg. En we zijn verplicht door dus het wegtrekken van personeel om die locatie te sluiten. Dus die locatie gaat morgen dicht. Er zijn daar bijna 30 patiënten en die patiënten worden dan verspreid over dus die andere 2 locaties. We zijn niet meer in staat om dus de zorg te bieden die we gewend waren te bieden. Toch? Dus we zijn bezig het centrum te verkleinen, we brengen dingen samen. Alleen maar om dus, zeg maar, de mensen die we hebben nog te kunnen dialyseren. Eigenlijk is dat het grootste, ja, niet het grootste probleem, brood is belangrijk, maar dat is het grootste bedreiging van dit centrum op dit moment. Wegtrekkend personeel vanwege slechte betaling. Uiterlo zegt dat hij uitkijkt naar een structurele oplossing voor dit probleem. Hij stelt dat ondanks de problemen van het NNC bekend zijn bij de beleidsmakers, er nog steeds geen oplossing is geboden.